Raad me u vertellen waar we staan met de fraude, waar zoveel geschreeuw om is geweest door bepaalde parlementariërs en dat is zuiver geweest. En daarom heb ik in het begin gereageerd zoals ik gereageerd heb op de vraag van meneer Blankendaal, dat ik die persoon wil zien die mij betichtigt van fraudeleuze handelingen. Het gaat om ordinaire diefstal en het gaat niet om een schandaal zoals mensen dat typeren. Het gaat om ordinaire diefstal. En ik heb aangegeven in mijn eerste interview dat de mensen gestraft moeten worden. Ik vind het jammer dat mensen aan wie ik het volste vertrouwen geschonken heb, mij zo in de steek gelaten hebben. Echt in de steek gelaten hebben. Want u weet dat bij mijn aantreden ik niemand vervangen heb. Iedereen het volste vertrouwen geschonken heb. En het maakte mij niet uit hoe je eruit zag of eruit ziet. Welke kleur je aanhangt. En al dat soort dingen. Ik ben daarom bijzonder teleurgesteld in het feit dat bepaalde mensen dit gegeven vertrouwen geschonden hebben. Maar we zijn zwakke wezens, toch? Het gaat om ordinaire diefstal. En als je diefstal pleegt, dan moet je ervan uitgaan dat je, als het ontdekt wordt, dat je daar ook voor gestraft kan worden. Ik vind het jammer dat door dat geschreeuw van bepaalde mensen, minstens twee daders, waarvan ik één typeer als hoofddader, heeft weten te ontkomen. En ik zeg het zo, omdat dat puur is geweest vanuit dat zogenaamde onthulling van bepaalde mensen. Ik heb ook in mijn eerste interview aangegeven dat we tot de laatste cent gaan terughalen. Wel nu, dat hebben we al gedaan. Tot de laatste cent is teruggehaald. En meer dan dat. Want als we de beslagleggingen erbij tellen, dan gaan we misschien meer krijgen dan gefraudeerd is. Dus dames en heren, ik vind het jammer dat mensen zo zwak zijn geweest en zichzelf zo in de problemen hebben gebracht. We zijn mensen. En ik vind het jammer dat het gebeurd is. Maar ik kan u zeggen dat het volledig bedrag dat gefraudeerd is, binnengekomen is. Er is gefraudeerd een totaalbedrag van 59.318.515.20. Om exact te zijn. Er is meer dan dat binnengekomen. En ik tel erbij beslagen. En beslagen kunnen gematerialiseerd worden na verbeurdverklaring. En het is de rechter die verbeurd gaat verklaren. Dus I kept my promise. En ik wil de opsporingsautoriteiten ook dankzeggen voor het voortreffelijk werk. En als iemand, en ik daag uit, nogmaals, als iemand mijn betrokkenheid bij deze diefstal kan aantonen, dan meld ik me morgen aan bij het Openbaar Ministerie.